Ben je liever het nieuwste castlid van Geordie Shore of dat van de Kardashian? Ik heb ze allebei nooit gezien. Ik heb Geordie Shore gezien. Wat is dat? Is dat ze dan heel veel gaan zuipen op een eiland? Die zuipen heel veel. Die hebben alles nep. Maar de Kardashians ook, geloof ik, hè? Die hebben zulke wimpers en zoveel nepbruin. En die zijn heel ordinair en altijd heel loud en heel dronken. En de Kardashians heb ik nog nooit gezien. Nou, dan zou ik eigenlijk wel... Ik zou het wel eens een keer onbeschaamd heel asociaal willen zijn. Ja? Zou ik toch eerder daarvoor kiezen? Dan moet je vanavond even een aflevering kijken van Geordie. Ik heb geen idee. Kiezen wie je wilt. Maar gewoon, ja, wat fijn is gewoon dat het je allemaal geen reet kon schelen. Ja, maar het kan ze heel veel schelen. Dat is het ergste. Ze doen allemaal heel veel. En daarna gaan ze heel hard ruzie maken over wie er het meest dronken was. En wie met elkaars vriend tongend in een douche was. Dat soort wilde tijden heb ik nooit gehad. Dus dan misschien moet je het dan toch Geordie Shore doen. Ik heb nooit iets geks gedaan wat dat betreft. Dus misschien moet ik dat juist dan daar maar voor kiezen. Ja, ik heb Kardashians nooit gezien, maar dat is volgens mij, ja, weet ik niet, minder wild. Het gaat heel erg over, volgens mij, heel knap zijn de hele tijd. Oh, dat wil ik ook best. Ja, dat wil ik. Dat wil ik ook best. Misschien is dat beter. Alleen maar botox en ook extensions en nagels. En... In je bikini naar de supermarkt of naakt je post uit de brievenbus halen? In bikini naar de supermarkt. Ik zou zeggen, ja, Muiden, op het strand, daar gaat iedereen, dan is het niet erg. Dat is waar, ja. Je moet gewoon verder denken. Zo, ik denk, mijn brievenbus is binnen. Ja, dat is waar. Nee, maar oké, stel dat ik een eindje voor zou moeten lopen. Ja, ik plaats mezelf gewoon ergens aan Muiden of Bloemendaal, dan is het helemaal niet gek. Nee. Op een camping. Een camping. Dan doe je dat gewoon. Heel snel, naakt. Fijn. Nee, het is allebei de situaties moet je vermijden, denk ik. Ja. Dus het echt niet anders kan. Ja. En naakt, dat valt uiteindelijk ook niemand op. Als je heel normaal doet, als je doet alsof je kleren aan hebt, terwijl je naar je brievenbus loopt. Wow. Mimer dat je je broek ophijst. Wow. Gewoon hoe noem je dat nou? De kleren van de keizer spelen. Precies. Ik heb alles aan hoor, jullie hebben geen idee. Zwijnen, de buren. Hi. Nooit meer pizza of nooit meer patat? Vind je makkelijk? Ja. Ja, dan nooit meer patat. Oh, nooit meer pizza. Ja. Gewoon mayonaise. Dat komt door de mayonaise eigenlijk. Door mij. Dat... Ja, het is nooit meer patat. Want ergens anders mayonaise is toch niet zo lekker als mayonaise met patat. En pizza is toch altijd weer een beetje droog. Dan word je altijd weer zo... Echt goede pizza, die flinterdunne met die lekkere artisjokken erop en zo en geroosterde paprika's. Nou ja. Je kan ook zeggen nooit meer pizza en dat je dan alleen maar vlamkoeken. Het is gewoon Duitse pizza. Het heet geen pizza. Ja. Dat doe ik dan toch. Geen pizza, maar vlamkoeken.